Hi mensen van Marks Spamzender. Ik ben er weer met een nieuwe PM Modpack aflevering. Als eerste, ik heb even door de reacties gelezen van de eerste aflevering. En het bleek dus dat ik langs een lucky bot ben gelopen. Ik weet alleen nog niet waar het is. Hij zei dat het in de Extreme Hills was. Dus ik ga wel eens even kijken en ik hoop echt totaal niet dat ik die beest weer tegenkom. En ik heb geen eten mee, dat zie ik nu ook. Maar dan moeten we maar wat varkens killen ofzo. Dat zien we wel. Oh, het wordt nacht. Zal ik dat nu weer doen? Nou, ik denk niet. Ik denk dat ik het even dus dadelijk overlaat. Want ik wil natuurlijk niet doodgaan. En dat kan heel makkelijk nu. En in de lucky block kunnen natuurlijk hele leuke dingen zetten. Maar ook hele slechte. En ik hoop juist weer zo'n leuke ding. Maar het kan zijn dat het een slecht ding is. Maar dat weet ik natuurlijk ook niet. En gelukkig heb ik een nieuw huisje. Zoals jullie in de vorige aflevering hebben gezien. En cook it better. Yay. Zit er een god in de buurt? Slapen. En dan gaan we wel eens kijken. Als het ook nog waar is, dan moet ik wel een beetje goed opletten, want ik heb zoiets niet zo snel door. Hallo. Wauw. Nou, ik ga ongeveer weer een beetje teruglopen zoals ik eerst liep. Want dat zit volgens mij daar ergens achter. Maar ik weet ongeveer nog wel hoe ik heb gelopen. Via de bomen in het water. En volgens mij moet ik ze wel kniezen. Oh nee, toch niet. Maar dat voelt dus zo. Ach ja, maakt niet uit. Maar wat waren dat voor vreemde beesten? Die zaten hier. En die kwamen van die kant af. Zullen die van die Battle Tower afkomen? Ik hoop het niet. Want anders hoor ik ze wel. Oh ja, kijk, daar heb je er wat. Oh, dat zijn gewoon waterbeestjes. Lezerdon of zoiets. En die droppen vis. Slim. Ook mijn stem. Nou, ik weet in ieder geval wel dat van die vreemde beesten zijn. Huh? Maar hier was toch eerder toch een village? What the fuck heb jij nou weer op je hoofd? What the fuck? Ach ja. Maar deze is nog niet zo lang, denk ik. Extreme Hills, ja, daar heb je het. Dus daar moet ik heel goed gaan kijken. Ik liep hier zo ongeveer zo door. Ik weet alleen niet welke kant ik ook alweer op was gegaan. Volgens mij kwam ik een beetje vanaf hier af. Ik denk het. En ik hoop dat ze die lucky block vandaag gaan vinden. En hopen dat er iets goed in zit. Maar ik ga wel eens even kijken als hier echt een lucky block zit. Anders ben ik blind. Eens kijken. Vanaf hier zie ik nog helemaal geen lucky block. En toen ging ik een beetje zo. Want daar was het doodlopend. Dat we... Hey, dek! Au! Daar liep ik ook een beetje langs. Dus dan ging ik weer zo. What the fuck is dit voor water? Nou, het doet niks. Als het echt zo is, als hier ergens een lucky block zit. Dan denk ik dat ook wel. Behalve ik heb... Oh, daar is er een. Ik denk dat het die is. Maar die heb ik nou echt niet gezien.
Oké, we moeten dit heel voorzichtig gaan doen. Oh, ik hoop echt niet dat ik dood ga. Oh mijn god, golden apples. Dit is fijn. Ik heb nu gewoon golden apples gevonden. Of ja, dat staat in de lucky block. Maar als dat hem was, dan ben ik nu wel heel blij. Want aan golden apples, ja, daar heb ik ook wel weer iets aan. Maar ik weet echt totaal niet zeker als dat hem was. Ik denk het wel, want daar eindigt het en daar kwam ik vandaan. Dus ik ga gewoon zo weer terug, want ongeveer naar het noordoosten zat het. Oh god, zit daar een uiteinde? Ik denk het niet. Ik ga het niet proberen, want straks ga ik daarin dood. En dat vind ik niet leuk natuurlijk. Maar wel bedankt dat daar een lucky block in zat. Want ik had het echt niet verwacht dat dat echt zo was. Normaal zie ik zoiets wel, maar nu niet. Oh ja, daar heb je die vreemde wezens weer. Maar we komen ongeveer wel in de goede biome weer terecht. Oh, ik wou springen naar die ene boom. Maar dat werkte niet. Auw. Ik hoop op zich nog wel een lucky block te kunnen vinden. Maar die zit daar. Auw. Jezus. Maar die kunnen heel verspreid liggen. Het is ook niet fijn om daarin te flikkeren nu ik golden apples heb. Nog eens van pauze. Vreemd. Oh, die gaat even iets hier bouwen. Ik kan het proberen, maar het is gevaarlijk om hierin oud te gaan. Ach, ik ga het nog wel even niet doen. Het is een beetje gevaarlijk. Ik denk dat ik het later doe. Oh ja, dan zijn we hier. Dan moeten we even een beetje naar het westen lopen. En dan kom ik weer naar mijn huis toe. En dan gooi ik de golden apples in de kist. En daar ben ik heel blij om. Ik zat er ook nog even aan na te denken om een kleine uitbreiding te beginnen aan ons huis. Ik weet nog niet wat ik ga doen precies. Maar eerst heb ik sugarcane nodig, want ik wil iets met boeken gaan doen. Ik denk toch wel dat hier ergens sugarcane zitten. Terwijl ik een soort enchantment table ook ga fixen. Waarom ik ook nog helemaal geen diamonds heb, wat ik ook nog moet fixen. Laten we maar eerst sugarcane's fixen. Waarom zeg ik heel tijd fixen? Ik snap het niet. Of we gaan nu al in zo'n battle tower. Maar ja, ik weet niet. Ik kan het doen. De kans is ook weer dat ik dood ga. Maar er zitten wel heel goede dingen in, zoals diamonds. Dus ik denk dat ik eerst misschien wat armor ga maken en misschien één golden apple mee ga nemen voor de zekerheid. En ik heb ook al helemaal geen iron meer, ja, heel weinig. Dus dan ga ik even een... Oh, deze ziet er verrankt uit. Ach ja. Nou, ik heb al een helmet. Ik denk dat ik eerst een mine nu ga maken. En dan gaan we die battle tower waarschijnlijk de volgende keer maken. Of de volgende keer gaan fixen. Want ik wil een beetje iron vinden voor natuurlijk de rest van mijn armor. En dit is... Silver ore, dat heb ik niet nodig. Gelukkig heb ik torches, dus dan kan ik even een beetje de boel verlichten hier. Wat ook wel fijn is. En
En dit kunnen we dan een beetje ook voor voor de enchantment room maken. Eens kijken, dat is Oreclass of zoiets, nog wat is. Ik weet niet precies wat het is, maar. Eens kijken. Ik weet ook, volgens mij zit ik op 57 hoog. Oh, 56. Want dat zie ik ook onder de minimap. Oh, dat heb ik eigenlijk nu niet nodig, maar het zit een beetje in de weg, dus dan neem ik het wel mee. En dit is iron, yes. Hopelijk een beetje grote iron source. Ik denk het niet. Oh, dit is zink. Oeh, nog nooit gezien, maar ik neem het mee. Ik weet ook niet wat je ermee kunt. Dat zou ik nog wel een keer kunnen zien. Maar ik ga verder minen. En dat is marmer. Dat neem ik ook wel gewoon mee. Ook al weet ik wat, niet precies wat je ermee kunt. Want zo goed ben ik nog niet in de PM modpack. Maar het is altijd leuk om te hebben. En een god. Nou, zeker weten iron, zie ik al. En allemaal andere ores. En toortjes. Lava. Great. Eerst neem ik dit wel mee. Is wel handig. En iron. Dat zit meestal bij elkaar. Zie ik meestal wel. Oh, daar zat nog meer. Niet gezien. Zo, even kijken. Gaat een beetje weer omhoog. En dan zit er weer een krabbel. Ja, niet met een zwaard slaan, want dat heeft toch geen nut. Beter dat ik het zo met de bigger sla, die ook al bijna weer kapot is. Nu even dit iron even weghalen. Ik denk dat we nog niet helemaal genoeg hebben. Voor meer iron, dat is moeten 8 zijn. Dus dan komen we op 12. Dat zijn de 7. Volgens mij heb ik toch wel genoeg. Nou, dan ga ik weer omhoog. Zo niet, dan komen we nog wel terug. Het is dus blijkbaar nu ook al weer donker. Wat ook best wel fijn is, niet. En ook nog niet zo lang, zie ik nog wel. Dat zink, dat gooi ik daar ook even in. Even dit. Daarin. Of ja, ik neem geen golden apples mee. Dat is een beetje verspilling natuurlijk. Ik ga even slapen weer. En dan moet ik nog even wat eten fixen. Want ik zie nog allemaal varkentjes. Dus die... Oh. Makkelijk. Zonder de deur te gebruiken. Aan die kant zitten varkentjes, dus die kan ik even meenemen. Een beetje in het bos zitten die, maar anders maak ik wel even wat schapen af. Die nemen ook van het mutten mee. En wat heb jij op je hoofd? Een small dog. Die je op je hoofd kunt zetten. Heb ik nog iets op mijn hoofd? Nee. Oké, ik ben nu al level 10. We slachten deze schaap nog even af. Ging hij nou dood door fall damage of? Komt door mij, maar hier zat geen eten in. Nu wel. Mooi. Gaan we even dit zodra ik ook weer omsmelten. Of ja, niet omsmelten, maar ontbakken. Dit is denk ik nog niet klaar, maar hier kan ik alvast een chestplate van maken. Dat is dus al geen probleem. Kijk. Ik eet er toch maar één. Ik heb het toch wel nodig. Liepling.
3. Misschien maak ik alsnog een oven erbij, want dan gaat het wel wat allemaal wat sneller, dus ik heb dat toch wel liever. Die zetten we dan gewoon naast. De helft gooien we er hierin. Dit pakken we even op. Hebben we genoeg voor schoenen? En dan moeten we alleen nog even leggings te hebben voor mijn broek. Oh, toch wel. Ik heb hem toch wel op. Lol. Zag ik niet eens. Want als je het zo ziet, dan zie je dat niet. Deze is klaar. Dan kan deze er weer in. En dan gaan we zo die Battle Tower daar. Die gaan we dan even kijken. En ik weet zeker dat er daar mobs van is in zitten, want ik zag wel allemaal mobs daarin zitten nadat ik kwam. En ik zag ook dat er mobs van is zaten. En ik heb er nu 7, want hier zat er ook nog één in. En ook al ga ik door, dat maakt op zich niet echt veel uit, want ik heb toch nog niet echt zulke goede stuff bij me. En ik weet ongeveer het dan wel weer te vinden, dus let's go. Ik denk dat we heel dichtbij komen en dan moeten we nog even een stukje zwemmen. En ik weet zeker, daar gaan we op inspannen. En als het goed is, zit daar ook nog zo'n Battle Tower Golem erin. En die zijn fucking irritant. Een lucky block. Zo dichtbij? Nou, die wil ik eerst. Oh god. Het kan zijn dat ik geen geluk heb. Ik gok van niet. Hé, hey, Willowboom, die heb ik ook nog nooit gezien. Pumpkins en jack-o'-lanterns. Oké, dat is op zich nog wel lucky, maar niet dat ik zoiets heb van, ja, daar heb ik echt iets aan. What the fuck? De Z-Nova. Ik weet niet wat voor bloemetje of zo dat is. En ik ken het ook niet. Misschien dat iemand van jullie dat wel weet. Maar ik wil natuurlijk die Jack-o'-lanterns natuurlijk wel even in mijn kist stoppen. Oké, maar nu gaan we echt even de. Oh, de Battle Tower in. En ik hoorde wel een spin. Maar een paar mobs die kan ik nog makkelijk aan. Ik weet alleen niet hoeveel. Maar dat zie ik vanzelf wel. Dus dan gaan we waarschijnlijk via deze kant erin. Zo. Let's go. Mobspanners kapot maken. Zo, nog geen mobs gespawnd. Sugarcane, die had ik nodig. Dus dat komt weer goed uit. Oké, ik hoor allemaal spinnen. Oh, jeetje, zit hier boven. Auw. Ah, bitch. Kom hier. Ik hoor steeds meer mobs, zo helft. Een torch, pickaxe en buttons. Ik denk dat jullie die mobs ook wel horen. En ik denk dat er heel veel hier zitten. Yep. Oh, wat voor een spider was dat? Wow, die spin is groot. Oh jeez! Oh jeez! Een zombie. En daar zitten we een paar skeletons elkaar te raken.
dat waren behoorlijk wat mobs. En dat viel er net één dood. Ah, kom op, ik heb dan niet eens dat... Oh god, ik heb de winnaar. Oh god, ik ga dood. Oh die shit, hoe sterk zijn deze kringen? Nee, ik wil niet dood. Oeh, lucky. Oh, help, deze is sterk. Ik was wel de hele tijd vallen. Zit hier een? Nee. Misschien toch wel beter geweest om een golden apple mee te nemen. Oh. Battle towers zijn heel moeilijk te verslaan. Ik heb armor. Yes. Nice. Wat heeft dit? Magic resistance. Oeh. Dat is handig. What the fuck? What the fuck? Waar kom jij vandaan? Ah! Kom maar. Hey, waar kom jij vandaan? Oh god. Hij heeft één af verloren. Auw, bitch. Hey, wat heb jij dan weer op je hoofd? Hey, zombie hoofd. Yay. Great. Volgens mij bloed ik ook nog. Yep, ik bloed. Ik zie het. Ah, jeetje. Dan kan ik er wel weer eentje voor. Ja! Waar komen jullie vandaan, kringen? Kom hier, sterf. Ah! En er zijn nog niet eens die grote en die sterke. Oh god. Ik hoor weer eentje vallen. En ik hoor allemaal zombies. Nog gewoon in de deuropening blijf staan. Auw. Oh jezus, die is snel. Ik geef het gewoon op een rennen. Oké, één. Ah! What the fuck, waar kom jij vandaan? Ah! Oké, die is ook dood. Ik heb nu een bol. Ah, kom op! Give me a break. Oh ja, maar hier is het nog een andere mobspawn. Moet ik ook kapot krijgen. Snel. Het wordt ook alweer donker. En ik had baby zombies op pot. Ah, kom op jij. Ah nee, niet de baby zombies. Oei. Zit die mop hier nog? Nee. Oké. Kan ik hier veilig naar beneden springen? Ja. Oké, deze doe ik morgen wel. Of ja, de volgende aflevering wel weer. Want het is behoorlijk sterk. Gelukkig ben ik alweer level 25. Ik ga nu eventjes snel naar huis. Oh. Gelukkig heb ik nu ook een bol. En mijn... Oh, ik klikte op V. En mijn zwaardje is bijna kapot. Jeetje. Man... Maar ja, ik denk dat ik dat wel gewoon de volgende aflevering nog doe. Ik ga even naar mijn huisje toe, want het wordt ook alweer nacht. En ik ga nog even wat eten, snel. En dit stop ik even allemaal in de kist.
En dan even kijken. Dan gaan we nog even een nieuw zwaardje maken. Ik heb nog wel wat hout, dus daar kan ik wat sticks van maken. Hier maak ik de sticks van. En als het goed is zit hier nog ja, net genoeg in. En ik ging echt net niet dood. Oeh, ik had echt net geluk. Jeetje, man, dat is lastig. Maar we houden de rest wel even over voor ja, morgen. Of ja, ik denk dat het morgen dan is. En ja, voor de rest... Oh, ik zit weer in het glas. Maar dus ik ga nu de aflevering afsluiten. Ik had het heel leuk vonden. Geef like en abonneer even op mijn kanaal. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij de PM Modpack. Of bij een andere video. Ligt er maar net aan wat eerst komt. Dus later.